Het is voor Rob Kems allemaal best wel gênant, steeds als hij wat probeert, lijkt hij zijwieltjes nodig te hebben. Een eigen talkshow op televisie? Dan moet sterinterviewer Antoinette Schulderman de vragen influisteren in zijn oor. Optreden met een carnavalsliedje van de Snollebollekes? Dan moet een ander het wel inzingen voor hem. Rob kan eigenlijk bijna niks zelf. En dat heeft hij lange tijd proberen geheim te houden. Het feit dat die liedjes van de Snollebollekes worden ingezongen door een ander, hoopte hij lange tijd onder de pet te houden. Niet gelukt. Wie de echte zanger achter deze muziek is? DJ Jurjen Govers, die zelf absoluut niet op het podium wil staan. Maurice Huismans is de maker van de Snollebollekes muziek en bevestigt dit in de weekend. Rob heeft een andere stem dan Jurjen. We hebben Rob wel eens in de studio gehad, en er is ook een aantal liedjes waar hij samen met Jurjen de stemmen op deed, maar uiteindelijk was het gewoon efficiënter en makkelijker als Jurjen het deed. Oftewel, met Robs eigen stem klinkt het gewoon niet. En dat kostte Rob minder tijd. Jurjen kwam ook wat hoger en had een betere intonatie. Dat was een goede oplossing. En volgens mij vinden de mensen het hartstikke leuk, dus wat maakt het uit? Waarschijnlijk weten veel mensen nog steeds niet dat Rob alleen maar een beetje gek doet op het podium. En wat dan nog, als ze erover communiceren, zegt hij volgens mij: Maar op het podium zing ik alles live mee. En dat is ook zo, dat doen veel feestartiesten. Inmiddels is Maurice uit Snollebollekes gestapt, zijn aandeel is verkocht aan de organisator van de Gelredome Concerten. Rob ging ineens heel hard op tv en dat vond hij hartstikke leuk, maar het combineren van zijn tv-werk en Snollebollekes was niet echt te doen. Ik ging voor Snollebollekes, want dat was ons kindje en hij ging wat meer voor zijn eigen carrière. Ik vond het zonde om iets wat zo'n groot succes is half te doen.